Ik ben Peter Spaander. Ik werk hier al een aantal jaren in de Graftuin. Dit jaar hebben we een ongelofelijke toename van bezoekers hier in de tuin. En ook dit weekend hebben we een prachtig gebeuren. Een grote paasdienst. Twee Engelse paasdiensten waar zo'n 1700 mensen per keer komen. Ook nog een Scandinavische dienst. En het is een prachtig gebeuren om met elkaar te vieren dat Jezus opstond uit de dood. Wat soort belevenissen mensen hier hebben? Er komen hier natuurlijk een heleboel mensen uit verschillende geloofsrichtingen. En die komen niet hoofdzakelijk om een historische belevenis te hebben, een archeologische belevenis. Maar meer om het evangelie zelf, dat Jezus is opgestaan uit de dood. En we kunnen natuurlijk nooit claimen dat dit de plaats geweest zou zijn. Maar het is wel heel belangrijk, de omgeving, de tuin zelf. Mensen kunnen zich hier een goede voorstelling maken hoe het ooit geweest zou kunnen zijn. En zich beter ook kunnen voorstellen wat er gebeurd is in de tuin, dat Jezus is opgestaan.